Sportcentrum Papendal heeft geld nodig voor de nieuwe judohal en het renoveren van de atletiekbaan en de sporthal op het complex. Uiteraard is daar geld voor nodig, zo'n 15 miljoen. De gemeente heeft nu besloten om voor dat bedrag garant te staan. Pieter Pluijgers sprak met Jochem Schellens, directeur van Papendal. Wat vindt u van dat de gemeente Arnhem u helpt met uw lening? Daar zijn we uiteraard hartstikke blij mee. Het is wel goed om even te stellen, het is een collegebesluit wat gisteren genomen is om garant te staan voor de lening. En dat geeft ons nu de mogelijkheid om zeg maar, de voorwaarden voor die financiering verder uit te werken. Want een van de belangrijkste voorwaarden daar was dus de garantstelling van de gemeente. Het is ook een beetje het symbool van de wijze waarop we de afgelopen jaren samenwerken met de gemeente. We werken samen op zoveel vlakken. Voor ons als centrum is het noodzakelijk om te blijven investeren. En op deze wijze zijn we daartoe in staat. Op een iets wat goedkopere manier dan dat normaal gesproken zou gaan. Dus daar zijn we heel blij mee. We zijn ook blij dat we op basis daarvan ook de samenwerking met de gemeente voor 30 jaar vastleggen. Nou, dat is nogal wat. Als je dat vergelijkt met andere trainingscentra in Nederland, waar soms de gemeente wel degelijk ook nog een cashbijdrage in zo'n centrum doet. Nou, dat doet Arnhem niet. Maar de wijze waarop we samenwerken is misschien nog wel belangrijker dan zo'n cashbijdrage. Nou, om dat voor 30 jaar vast te leggen, daar ben ik erg blij mee. En verheug me dus ook op het verder kunnen uitwerken van die samenwerking en het verder ontwikkelen van dit centrum. Topsport komt uiteindelijk uit amateursport voort. Iedereen begint als amateur. Hoe bestaat die link hier bij Papendal? Ja, hij is tweeledig. Eigenlijk zeg je het al. Hè. Er is niemand die begonnen is op een topsportcentrum. Ook Pieter van der Hogeband, Daphne Schippers zijn ooit begonnen bij een amateurvereniging. En juist om ervoor te zorgen dat je de band hebt met de amateursport, zorg je ervoor dat de wijze van overgang richting een topsportcentrum zoals Papendal, dat die vlekkeloos verloopt. Ik denk dat dat belangrijk is. Daarnaast is het ook belangrijk om te erkennen dat om mensen aan het sporten te krijgen, heb je helden nodig. Op het moment dat je op een goede manier daarmee omgaat, er ook voor kunt zorgen dat een aantal van onze ambassadeurs ook regelmatig op verenigingen, toernooien te zien zijn, stimuleert mensen om zelf ook te gaan bewegen en sporten. Dus de Arnhemse sport kan ook profiteren van uw kennis en ervaring? Ja, dat doen we op meerdere manieren. Er zijn een aantal sporten die ook hier daadwerkelijk gebruik maken van de accommodaties. Maar we brengen ook regelmatig expertise in. Wat we hier hebben opgedaan voor de topsport is vaak ook bruikbaar voor breedtesportverenigingen. We doen workshops, we spelen ook een rol op onderwijs als het gaat om voeding. Daar proberen we invloed in uit te oefenen en zeg maar ook expertise over te brengen. Ja, en de wijze waarop we natuurlijk als centrum werken, dat moet iedereen ook niet vergeten. We dienen aan de ene kant de publieke zaak. Natuurlijk is topsport voor ons een van de voornaamste doelen. Maar de wijze waarop we dat ook proberen te bewerkstelligen is natuurlijk ook een stukje eigen commerciële activiteiten, zoals het hotel. Iedereen die hier zeg maar iets organiseert, die draagt in feite ook direct weer bij aan die trainende topsporter op Papendal. Maar dus ook aan het vitaal houden. Het zorgen dat we op onderwijsgebied dingen kunnen doen. Het ervoor zorg dragen dat we samen kunnen werken met clubs. Upward is daar een goed voorbeeld van. Dus ja, het is meer dan alleen zeg maar zorgen dat mensen naar Rio gaan. En dus over 4 jaar weer naar Tokio. Het behelst erg veel. En ja, dat gaan we de komende jaren dus nog verder benutten.